Hoeveel moet ik hiervoor factureren? 3 miljoen. 3 miljoen voor een ruitenwisser? Een ruitenwisser? Een BMW-garage. Hier zie. BMW zoekt een energieke en bekwame gerant in de streek. Dat zegt iets voor mij, hè? Maar alleen, Dimitri. Daar moet je toch een bepaalde stijl en finesse voor hebben. Ah, wel? Die 3 miljoen voor die concessie, heb je die ook? Ja, het zijn altijd die details die mijn nekken, hè. Ik heb dringend een vette klant nodig. Oh, daar heb je er een. Misschien kun je hem die 3 miljoen vragen? Dag, meneer. Dimitri de Trevery. Wat kan ik voor u doen? Wisselstukken voor een Jaguar. Amai, je hebt een Jaguar. Mijn vrouw, een oldtimer. Ah. En hoe oud is die auto? Die auto is een oldtimer. Ah, dan moet je bij de afdeling antiek zijn. Ja. Is die pijp het mee verstopt? Hier zie je. Wat is dat voor brol? Hela, dat is garantie volgens mijn systeem. Waar liggen nu die Jaguar-stukken? Scheelt er iets? Nee. Wat heb je nodig? Een Delco. Delco. Dus je vrouw die heeft een Jaguar. Wat voor zaken doet je? Varkens. Het is dat wat ik denk. Pardon? Varkenskoteletten. Ik kreeg graag varkenskoteletten. Daar zit een Delco. Ja, en dat vind je nergens meer. Hè. Behalve bij DDT, oké, kaas. Oei, wat moet dat kosten? Nu kost dat 4000 frank. En in occasie? 7000. Dat is de pièce uniek. We zijn een echte commerçant, gij. Ja. Allee, hier. Ja. 7000. Ja. Dimitri. Wat stinkt er hier? Dat is precies varkensmest. En dan? En dan? Dat stinkt? Juffrouwke, ik heb 25 zeugen, 1800 biggen en 2000 slachtrijp. Weet je wat dat is? De stank van geld. Doosje gaat factuur maken voor 7000 frank. Weet jij, hè? Varkens zijn altijd mijn favoriete beesten geweest. Slim is dat gebouw. Huh? Eindelijk een kenner. We moeten nog eens klappen. Van commerçant tot commerçant. Dat is mijn favoriete soort gesprek. Ja. Bedankt. Allee, tot ziens. Ja. Dag meneer. Boelen. Stinkt hij naar kattenpis. Kattenpis. Die heeft nog nooit een douche van dichtbij gezien. Niet zagen, Doortje. Die betaalt tenminste. Als ik elke dag zo 3 kanten had. Over geld gesproken. Je weet toch dat je mij al 2 maanden niet meer uitbetaald hebt, hè? Fout in de computer. Jij liegt dat je zwart ziet. Dat is van de olie. Betaalt je nu mijn loon of niet? Nee. Oh, waarom niet? Ten eerste, ik heb schulden. En ten tweede, je zou het toch maar uitgeven aan onnozeliteiten. Ik bescherm je tegen uzelf. Billike die moet eten, hè. En Paul die moet 50.000 frank belastingen bijbetalen. Ja, dat is toch normaal als je nooit in het zwart werkt? Weet je wat ik niet normaal vind, hè? Ik werk hier tegen 200 frank per uur en jij wilt mij nog niet eens uitbetalen. Ik eis forse opslag. Opslag? Ja, dag Jan. Ik ga hervormingen doorvoeren. En als ik directeur wil worden van een BMW, dan moet ik besparingen doen. Ja, maar ik ga vanaf nu mijn personeel nog 1 uur per dag laten werken. Jij bent onrechtvaardig. Onrechtvaardig? En ik die ervoor zorg dat ik geen belastingen moet betalen. Hoe jij... Natuurlijk. Ik heb je toch ingeschreven in het zwart? Wat zeg! Kom aan, Doortje. Ik ga je nieuwe das niet aandoen. We gaan naar een schoolbal, niet naar een Oscar uitreiken. Ja, zeg. Ja. Hey, Bieke, kom binnen. Billieke ligt er al in, hoor. Maak er dus maar gemakkelijk. Ja, je weet, een tv hebben wij niet, hè. Oh, maar dat is niet erg. Ik heb mijn werk meegebracht. Ik moet een horoscoop maken voor Publitime. Oh, een horoscoop? Ja. Schrijf dan maar dat Dimitri gaat doodvallen. Amai, wat heeft hij nu weer misdaan? Mijn onkel wil haar weer niet betalen. Ja, maar niet alleen dat, hè. Hij wil ook hervormingen doorvoeren. Oh, ik mag vanaf nu maar 1 uur per dag meer werken. Maar Doortje, jij laat u veel te veel doen. Oh, ik heb nooit geluk. En de anderen stikken ervan. Gelijk Carmen. Ja. Carmen? Ja. Ze koopt een lotje van de schooltombola en ze wint de reis naar Lourdes. Carmen, in Lourdes. Ja.
Als Lourdes overleeft. Dan is het een mirakel, hè? Ja, ja. Oh, je kunt weer lachen. Hè? Zeg maar, hey, wacht eens. Ik ga dat opschrijven in Carmen haar horoscoop. Wanneer is Carmen geboren? 6 april. Een ram. Een ramp, ja. Ram. Jij zult een reis ondernemen die een gunstige invloed zal hebben op je geestelijk leven. Oh. Ik zie ze al kaarsjes aansteken. Ik ben een vlammenwerper, zeker? Ja. Uw enthousiasme zal uw omgeving in vuur en vlam zetten. Zo. Zeg, wat is DDT? Schorpioen. Ja, ik had het kunnen weten. Ja. Wacht, ik ga dicteren, hè. Jij zult een groot financieel verlies lijden als jij mij niet... Als je de rechtvaardige eisen van je ondergeschikte niet inwilligt. Ja, ja. En dan ook iets over die hervormingen. De tijd is niet rijp voor geplande hervormingen? Ja, ja. En als jij toch doorzet, hè, dan gaat... Dan wacht u een gruwelijk einde. Hè? Ja. Allee, kom, Doortje, we zijn weg. Ja. En de. Voilà. Zo. Zeg maar nu ook iets positiefs, anders valt dat op. Wees vriendelijk en attent. En je zult een hemelse beloning krijgen. Voilà. En zeggen dat er daar mensen in geloven. Ik ben klaar, Paul. En kom, dan zijn we weg, hè? Ja. Als er iets is met Bielke, daar ligt het telefoonnummer. Ja. Oké. Dag. Amuseert u, hè? Ja. Ja, ja. Krijgen. Bon, nu we toch bezig zijn, Boma. Wanneer verjaart hij? 23 augustus, maagd. Maagd, die zou beter een stier zijn. De Tremery Dimitri, concessiedirecteur. Eindelijk mijn roeping gevonden. Ik zou maar niet te hard van stapel lopen. Ah nee, waarom niet? Lees maar eens. Een horoscoop. Kijk maar eens wat ze voor u schrijven. Moet jij daarmee lachen? Zo'n zever. Gruwelijk einde. Ik zou er maar niet gerust in zijn als ik u was. Maar dat is allemaal bedrog, Doortje. Daar. Mijn favoriete varkensboer. Dat is zeker mijn hemelse beloning. Ah, meneer Boele. Heb je weer een wisselstuk van 7000 frank nodig? Iets groter. Ah, een hele locatie. Een heel garage. Een garage? Meneer is humorist. Ik lach nooit. Dit in de streek mijn nieuw bedrijf. Een garage, dat is perfect. Mijn garage? Een varkenstal? Eerst kuisen natuurlijk. Tot schaar, ja. Een infrastructuur beledigen. Zaken zijn zaken, niet onnozel doen, hè. Toch wel, bol het maar af. Oké, okay. Ik laat 5 miljoen schieten. Kan me niet schelen. 5 miljoen? Bona's aan de grond. 6 miljoen. Valt over te klappen. Zijn jullie geïnteresseerd? Of zoek ik iets anders? Nee, voor 7 miljoen zult je niks beter vinden, meneer Boele. Ga ik eerst naar de notaris. Bel u nog wel. Dank u wel, meneer Boele. Dag, meneer Boele. Tot genoeg, meneer Boele. Laat de deur maar open, meneer Boele. 8 miljoen. Met varkens wordt gestinkend rijk. Dimitri, dat gaat je toch niet doen, hè? Uw garage verkopen aan die varkensboer. Allee, Doortje. Voor 9 miljoen? Dat betekent dat ik eigenlijk die BMW-concessie krijg. En wij dan? Wij wonen hierboven, hè? Of zet je dat vergeten? Ik zal in het contract laten zitten dat je mag blijven wonen. Boven die varkens? En de overlast dan? Die varkens zullen er geen last van hebben. En de mensen in de buurt dan? Straks kunnen de kampioenen niet meer spelen door de stank. Je hebt gelijk. Nu verkoop ik zeker. Zelfs al is het maar voor 10 miljoen. Xavier, het was weer een training van Kusbeg. Ja, maar ik zeg u één ding. Hè. Als we nog eens willen winnen, dan zal er een mirakel moeten gebeuren. Ja, dat komt er goed uit nu we juist naar Lourdes gaan. En? Wat vinden van onze Lourdes outfit? Gaat jij daar zo naartoe? Onze lieve vrouwke zal beschieten, mijn gedacht. Je zei jaloers, ja. Allee, kom, ik trakteer omdat ik gewonnen heb. Het zijn altijd dezelfde die geluk hebben, hè. Geluk? Niks geluk. Het stond in de sterren geschreven. Ah, geen telescoop? Nee, Marks, het stond in de publicaar. Hier, Sam. Ram, u zult een reis ondernemen die een gunstige invloed zal hebben op uw geestelijk leven. Nu, jij. Carmen.
Ik heb die horoscoop gemaakt. Hoe wist jij dat Carmen die reis zou winnen? Ze had die al gewonnen voordat Bieke die horoscoop maakte. Ah, nu hebben ze goed liggen, hè, madame Gazet. Je denkt toch niet dat ik daarin geloof, zeker? Oh, goed dat je hier allemaal bent. Wat scheelt er, Doortje? DDT gaat zijn garage verkopen. Oh, eindelijk. Dan zijn we er vanaf. School. Maar verkopen aan een varkensboer? Maar blijf, ja. Oh, die stank. Dat ga ik verhuizen. Altijd welkom. Allee, ze is juist weg van de varkens. We moeten hem tegenhouden, hè? Hij is vastbesloten. Ja, maar wij ook. Kampioenen ten aanval. Zelf jij niet zo snel. Als DDT merkt dat wij hem tegenwerken, dan verkoopt hij zeker? Wij moeten het slimmer aanpakken. Bieken heeft gelijk. Hij mag niks vermoeden. Zee, hey, die horoscoop. Wel, als hij dat leest, daarin waarschuwen wij hem toch tegen die geplande hervormingen? Ja, natuurlijk. En ik heb het hem laten lezen, maar hij gelooft er niks van. Dus Madeleine, die gaat mij uitlachen hè, als ze dat hoort over die varkens. Ja. Hey, maar dan moeten wij DDT overtuigen dat die horoscoop wel klopt. Oh, klopt die nu toch? Markske, nee. Wij doen die kloppen voor DDT zijn ogen. Ja, Mark, en dan geeft hij zijn plan op. Hey. En denk je dat dat gaat lukken? Ja, ma, we kunnen het maar proberen, hè? Carmenneke, uw horoscoop is uitgekomen, hè? Ik denk dat dat nu is. Wees gerust, meneer Boma. Ik zal dat varkentje wel eens wassen. School, hè? Goedemiddag. Carmen. Als je mijn personeel komt dan beteren, bol het dan maar af. Ze moet nog 16 minuten werken. Nee, Dimitrieke, ik kom een bestelling doen. Een buske olie. Voor een benzinemotor of een diesel? Voor mijn bed. Wat een diesel, want onze Xavier trekt nogal traag op. Zeg, Carmen, nu dat ik eraan denk, jij hebt toch meegedaan aan die tombola voor Pols in school? Ja? Ja. Ik heb hier de lijst met de winnende nummers. Oh, mag ik zien? Heb jij iets gewonnen? Ik win nooit iets. 07365. Hier, ik heb die reis naar Lourdes gewonnen. Allee. Gefeliciteerd. Hier is je olie. Zeg maar, Carmen, jij zei toch een ram, hè? Ja. Dat staat in uw horoscoop. Serieus? U zult een reis ondernemen die een gunstige invloed zal hebben op uw geestelijk leven. Dat is straf. Amai. Dat ze dat kunnen weten, hè? Amai. Oh. Ziet je nu wel dat het uitkomt, ja. Dimitri? Ik zou maar voorzichtig ja, zijn. Ja, nu ben ik content. En nu moet nu ook een sigaretje nemen. Zeg, Doodje, maar dat kan toch niet voor iedereen kloppen zonder horoscoop? Oh. Pas op, maar Carmen. Jongen, met mijn infrastructuur, pyromaan. Ja, dat stond er ook in. Uw enthousiasme zal uw omgeving in vuur en vlam zetten. Je moet nu ook niet overdrijven, hè, Carmen. Doe dan al eens iets goed om goed te doen. En is het nu gelukt of niet? Hij begon toch te twijfelen totdat Carmen de boel in brand stak. Ja, je hebt geen gevoel voor spektakel, gij. Hoe dan ook, wij moeten Dimitri nog wat meer bewijzen leveren. Ja. Ja. Wat heb ik hier nog allemaal opgeschreven? Ah, bonjour les femmes. Ah. Wat kom jij doen? In het Rijk der Vrouw is Boma koning. Ja, dat zie je van hier. Het is hier mannen verboden en zeker zo'n macho gelijk, hè. Hela, Carmen, dat is hier mijn privé. Laat hem gerust. Kom, sloeberke. Merci, Pascalke. Wat zij het gaat doen? Onze horoscopen aan het nakijken om te zien wat we moeten doen om DDT te overtuigen. Dat is plezant. Laat eens zien. Ik ben maagd, hè. Maar Pascalke zegt altijd dat ik mijn echte stier ben. Ah! Mark is een stier. Mijn gedag. Ja. Meneer Boma, je kunt dat later ook wel lezen. Tut. Werk ik hier nu toch? Ah, wel, merci, geen vals ding. Morgen, Balthazar. Weet je wat ik over Mark heb geschreven? Alles loopt op wieltjes. Je moet hier lief aan onderwerp veranderen, niet Pascalke over mij. Op een liefdevol moment wordt uw partner geconfronteerd met uw ontrouw en het is allemaal uw eigen schuld. Oei, Pietje. Wat? Ik wist niet dat Boma maagd was. Mijn gedacht. Hey, maar dat is de ideale voorspelling, meneer Boma. Ik ben niet zot, hè. Jij kunt dat toch spelen bij DDT? Een liefdevol moment in DDT zijn garage. Dacht Jan. Zeg op z'n idee. Doortje bedoelt... Ja, wat bedoel jij eigenlijk, Doortje? Wel, jij kunt een auto kopen voor Pascal. En op dat moment laat je uit je portefeuille een fotootje van een ander vallen. Hè? En
En dan begint je ruzie te maken, hè? Oh. Ja, ja, maar daarna maken we dat terug goed, hè? Ja. Als je het zo bekijkt... Voilà, ziet je wel dat ik het goed bedoeld heb. Dat is dan opgelost, hè? Jawel, ja. Oh. Zie, wat staat er eigenlijk in over mijn Xavier? Ah. Oh, dat is interessant. Merci, Bieke. Allee, Carmijn, zo rap weg. Ja, bij onze Xavier staat dat onze vurige hartstocht van weleer weer zal opflakkeren. Ja, en dat? Ik wil niet thuis zijn voordat zijn vlammeke weer uitgaat. Sjoeke, belangrijk nieuws. Ja, ik luister, commandant. Dimitri gelooft er bijna in, hè. Huh? Ja. En nu moet iedereen spelen dat zijn horoscoop van Publictime uitkomt. Ah, ja, ja, toneel spelen, dat is altijd plezant, hè. Zeg maar, uw horoscoop kent hem toch al? Ja, en u is dan u, hè? Huh? Wat moet ik dan doen? Lees het in de Publictime. In de Publictime? Een nozel, man. Zeg, lees, vooruit. Kreeft. In uw liefdesrelatie laait de vurige hartstocht van weleer weer fel op. Welke vurige hartstocht? Die van vroeger, toen we elkaar pas leerden kennen. Ja, ik ben ook niet meer zo jong, hè, Carmenneke. Trouwens, die hartstocht die kwam altijd van uw kant. Stop met tegenspreken! En bemin mij vurig! De bel! 5 minuten chance, hè, manneke? Volk! Dimitrieke, ben ik blij dat ik u zie. Allee, geef me de gezicht met de notariële. Sjoeke, kom eens zien wie dat hier is. Ja. Ah? Hier, blijf. Ik heb nog werk. Ja, want eigenlijk stoort ons Dimitrieke, want onze vurige hartstocht van weleer is weer opgeflakkerd. En Sjoeke? Ja, ja, mijn klein tijgertje. Seksbom. Sorry, Dimitrieke. Sjoeke, ja. Juist zoals in een horoscoop. Zeg, ik heb alleen maar groot geld bij. Laat maar, Dimitrieke. Zeg, blij dat dat gedaan is met dat zotte spel. Gedaan? Ik kom pas in vorm. Naar de voeten. Bieken heeft er nogal wat van gemaakt. Hier, Waterman. Ah, dat ben ik, hè. Laat het avontuur je overspoelen en stel uiteindelijk die ultieme vraag. Ja, is gemakkelijk gezegd, hè. Welke vraag moet ik stellen? Je zou mij bijvoorbeeld een huwelijk kunnen vragen? Dat is geen slecht idee. Zou je dat echt willen doen, Paul? Waarom niet? Oh, Paul. Ik heb het toch echt met u getroffen, hè? Ja, ja. Slap wel, hè. Dimitri, Volk. Ja, stop maar bij werken. Er valt geld te verdienen bij gedacht. Geld? Je kunt zien dat het over veel geld gaat, hè? We hebben ook een Russenbakker. Pascalke en ik zijn 3 maanden samen en ik wil haar de grote cadeau kopen. Het grootste wat je in huis hebt. Met een depaneur. Ja, maar ja, voor als ik in pan val. Ah. Nee, nee, ik had gedacht aan een chique occasie. Aha. Wat vind je van de deze hier? Zo goed als nieuw. Oh, maar dat is een hele goede auto, hè, meneer Bomen. Als gij het zegt, Deurtje. Wat kost dat spel? 140.000 zonder BMW. Ja. BTW. Hoeveel voorschot moet je hebben? 5.000? Nee, 20.000. Die overdrijven, dat zul 10, opdat gij het zegt. Oh, meneer Bomen, ik denk dat je iets hebt laten vallen. Oh. Hela, wie is dat? God, wie is dat nu weer? Ah ja, Françoise. En wat doet die foto in uw portefeuille? Ja, vertel haar dat straks maar. Komt 10.000 ballen. Het is gewoon een schoon foto, Pascalke. Meer moet je daar toch niet achter zoeken? Voilà, en betaal nu maar. Kan ik u dan nooit betrouwen? Maar waarom moet jij altijd zo jaloers zijn? Ja, weet je dat het zeer onbeleefd is ruzie te maken in andermans commerce? Jij bent alleen geïnteresseerd in trine met wilde kapsels en grote decolletés. Dat is niet waar. Ik ben alleen in u geïnteresseerd. Zelfs met uw trutenkapsel. Heb ik een trutenkapsel? Precies, een gepensioneerde kwezel. Dat is niet meer.
Balthazar, jij bent een blaas. Altijd datzelfde kopje. Je bent precies de grootmoeder van Barbie. Jij met je vettige moustache. Hé, hey, mijn moustache niet uitmaken, hè? Ik wil u nooit meer zien, lompe boer. Ja, maar... Allee, waarom is die nu kwijt? Ja, bedankt, stommerik. Daar gaan we nog kazie. Zou je dat nu geloven? Het verbaast mij niet echt. Oh, jij wist ervan? Het staat in Boma zijn een horoscoop. Dat is straf. Je zou toch nog beginnen geloven? En je weet toch wat er bij Carmen gebeurd is, hè? Xavier met zijn opflakkeringen hier. Zou het dan toch waar zijn? Ach, natuurlijk is het waar. Pascal Vissen. Mm. Voilà. Hier, Xavier, kreeft. Je kunt het allemaal controleren. Ja. Ah, Doortje. Goed dat je hier zei. Ik moet u iets vragen. Ja, Paul? Ik heb al veel te lang gewacht, hè. Wilt jij met mij trouwen? Natuurlijk, Paul. Zeg. Wil ik er beeld op gaan? Waterman. Waterman. Niet te geloven, zeg. Ik ben zo gelukkig. Oh. Ja, maar het is goed, hè. Hij is weg. Wat lief. Jij meende dat niet? Natuurlijk niet. Jij wel misschien? Oh, jij bent de tremmer in. Zeg. Zo, Johnny nog een pintje? Ha, en? Is het gelukt? En hoe? Die vuile moustache. Ma, je moet niet meer verder spelen, hè? Dimitri kan u toch niet meer horen? Ik speel niet, Mark. Maar wat heeft Boma nu weer gedaan? Pascalke. Ah, nee, Balthazar. Ga maar naar een van uw katinen. Die hebben tenminste geen truttekapsel. Het was toch maar om te spelen. Wat? Heb jij gezegd dat ons ma een truttekapsel heeft? Dat was om te lachen, hè? Dat bent dus allemaal uw schuld, madame Soleil. Mijn schuld? Jij bent een lompe boer, ja? Jij hebt die horoscoop expres geschreven, hè, om ruzie te stoken tussen ons. Oh, dat is niet waar. Maar ik ben wel blij dat ons ma van u af is. Ah, zie je dat? Laat haar gerust. Ja, maar... Ik kan er toch niet aan doen dat ik niet genoeg geld heb om naar een luxe coiffeur te gaan. Oh, hey. Oh, oh, is dat maar? Oh. Oh, ma? Laat u niet doen, hè. Zou ik eigenlijk willen stoppen met u te boeien? Voilà. Is dat nu beter, Pascalke? Dat zal ik wel zien als ik straks terugkom van de coiffeur. Salut! Dat zijn bedankt tegen haar. Dat is allemaal uw eigen schuld, ja. Wacht maar tot als u een horoscoop uitkomt. Maar dan zullen we lachen. Hoi. Hé, hey, gij, stier. Hoe gaat gij alles op wieltjes laten lopen? Ah. Oh. Juffrouw, een pintje alstublieft. Ja. Voor mij een dag schotel en vlug. Ik zag jij wat scheelt er? Oh, jij met uw horoscoop. Carmen misbruikt mij in de keuken. Xavier, dat is allemaal voor een goed doel. Juffrouw, mijn pintje? Ja, momentje. Stamme ik heeft de duivel gezien. Doortje, er is toch niks gebeurd? Nee, er is niks gebeurd. Paul heeft mij niet een huwelijk gevraagd. Had je nu echt niks anders kunnen schrijven, Bieke? Sorry, hè? Daar zijn wij vet mee, hè? Zeg, en hoe staat het nu met DDT? Ja, die begint er stilletjes aan in te geloven. Sjoeke! Kom, Xavier, kom. Kom mee naar huis, kom. Voordat u vlammeke weer uitdooft. Schatteke, er is helemaal geen vlammeke te doven. Sorry, Dimitrieke. We kunnen echt niet blijven. Nu dat mijn ventje zo heet staat. Dat is straf. En meneer Boma? Nog altijd in ruzie? Moet u bij uw eigen zaken, hè? Ah. Zeg, Bieke, waar is uw Markske? Ah, die komt direct. Waarom? Om te zien hoe dat met zijn horoscoop staat. Zeg, Doortje, nu dat je gaat trouwen, gaat je toch trakteren? Ah, ja, alleen dan. Omdat ik zo gelukkig ben. Hey, Bieke, een whisky. Ja. Juffrouw, en mijn pintje? Momentje. Mark? Ja? Een whisky voor Dimitri. Ja. Mooi. Voilà, Dimitri. Alles loopt op wieltjes. Maar dat is goed gevonden, mijn gedacht. Ik Bieke, jij bent een weegschaal, hè? Ja. Wat staat er voor u? Een nieuwe liefde brengt u veel geluk. En? Is het zover? Ja. En wie is het?
Hey. Pieke. Gefeliciteerd, meneer. Hij kan zijn naam niet zeggen, want hij is nog getrouwd. En je trekt er niks van aan? De jeugd van tegenwoordig. Ja, Pieke en ik dan? Marksje, ik zal u dat zoiets wel uitleggen. Dimitri, wij zouden nu liever een beetje alleen zijn. Hè? Natuurlijk, ik heb genoeg gezien. Oh, Mark! Wat is dat hier allemaal? Zijn jullie niet aan het patant doen, hè? Mark, het is niet wat je denkt. Wiek, ik ga direct mijn koffers pakken. Luzant, zonder de horoscoop. Mark! €7 miljoen. Geen frank meer. 7 en 500 frank. Dan krijgen we een brievenbus erbij. Oké. 7 miljoen en 500 frank. Merci, meneer Boele. Hier heb je 30.000 frank voorschot. Ik ga nu naar de notaris om het contract te laten opmaken. Merci, meneer Boele. Dag, meneer Boele. Tot genoegen, meneer Boele. En je hebt toch niet verkocht aan die varkensboer? Natuurlijk heb ik verkocht. Wat blief. En uw horoscoop dan? Gelooft je daar nu nog altijd niet in? Toch wel. Maar bij mij werkt het omgekeerd. Hoe bedoelt je omgekeerd? Hoe minder ik u geef, hoe meer dat ik krijg. Ik ga u vanaf nu nog 1 uur per week laten werken. Dat is niet eerlijk. Ik vraag me af hoeveel ik nog zou krijgen als ik u volledig buiten zwierde. Geld, Wolf. Nee, nee. Geld varken. Voor de 100ste keer, ik heb geen ander lief. Jij zegt dat maar om mij te troosten. Maar ik zal uw geluk niet in de weg staan, Bieke. Holle, Mark. Vertongen. Het was gewoon een spelletje om DDT op het verkeerde been te zetten. Snap jij dat nu niet? Ja, maar je had toch ook echt ruzie met Pascal? Ja, maar dat was zijn schuld. Ah. Ja. En? Wat vind je ervan? Oeh, Pascalke, je ziet er schitterend uit. Ja, ik dacht dat jij naar de kapper ging. Ik ben naar de kapper geweest. Ah, en dat was gesloten. Nee, Mark, hij was niet gesloten. Maar wij vinden het heel schoon. Hé, Mark? Wat? Mensen, slecht nieuws. Ja, DDT heeft zijn garage verkocht aan Boelen. Oh. Zeg, al die opflakkeringen voor niks. Ik heb mij nogthans ferm geamuseerd. Dat komt nu niet. Zeg, al die moeite voor niks. Niet wanhopen, ik ga het gemeentehuis eens vragen of dat allemaal zomaar kan. Hè. Een varkenskwekerij in een woonzone bouwen. Oh, ja. En ik zal dan ook tegelijkertijd eens vragen wanneer er nog een trouwzaal vrij is. Hè. Dat meent je niet. Deze keer wel, ja. Oh, wow. Tot straks. Zeg, mannetjes, wat gaan wij doen als Paul geen oplossing vindt? Ah, laat dat maar aan het Belgisch leger over. Bieke, heb jij mij daar een stuk karton en een stift? Ja. Een stuk karton en een stift. Natuurlijk, meneer de minister, en ben je weken. En voor de vrouw ook. Dat komt in orde. Tot genoeg, hè. Dag. De tremmery, wat is dat? Een stuk karton. Ja, dat zie ik ook. Hier, lees. Opgepast varkenspest. Waar heb je dat gevonden? Aan uw poort. Dat zijn die kampioenen geweest, hè. Die vuil vegetarissen kunnen niet tegen dat ik aan u verkoop. Hebben ze liggen gehad, ja. Maar we gaan die mannen eens ons gedacht gaan zeggen, hè. Die bende varkens. Pardon? Papa, pardon. Hier zitten die pestkoppen. Het is mislukt, mijn gedacht. Ja, het was proberen waard, hè. Wat stinkt er hier? Dus je wilt niet dat ik hier een nieuwe zaak begin? Nee, nee, wij willen niet in die stank leven. Brute pech, ik heb alles verkocht. Binnenkort zitten er hier 3000 varkens. Die zullen je poepje laten ruiken. Erger dan hem kan moeilijk. Bon, 2 pinten op de verkoop. Ik zou niet te vlug Victorie kraaien, hè? Ah, nee? Ik heb mijn garage verkocht
Jij kunt uw woning verlaten en uw nonneke zit zonder werk. En nu jij. Jij hebt geen garage. Nou, dat is waar. Ik heb ze juist verkocht. Jij hebt lucht verkocht, ja, want uw garage bestaat niet. Dat kan niet. Toch wel? Meneer de Tremmerie heeft daar nooit een bouwvergunning voor aangevraagd. Oh. En waarom niet de Tremmerie? Vergeten. Allee, dan hebben wij al die jaren niet bestaande ruiten uitgeschot. Zo kan ik uw garage niet kopen, hè, de Tremmerie. Ja, maar nee, hè. En die 30.000 frank heeft hij ook maar terug. Kom. Gegeven is gegeven. Geef u aan bij de gemeente, hè. Gij varkensboeren, is het allemaal hetzelfde. Geen enkele zin voor een commercieel initiatief. Trigger. Zak. Oh, wat een opluchting. Ja, letterlijk en figuurlijk. Ja. Dimitri, je had maar naar je horoscoop moeten luisteren. Hè. Dat is nu je gruwelijk einde. Ja, maar Doortje, ik neem je terug. Fulltime, halftijds in dienst. En je krijgt 5 frank opslag per week. Ik heb een ander voorstel. Een arbeidscontract en een loon van 250 frank per uur. En daar tekenen, alstublieft. 250 frank per uur? Maar dat kun je toch niet doen? Kan. Kijk, goed. Een arme zelfstandige, niks. Ja. Je hebt er wel zelf om gevraagd, hè, Dimitri. Ah. Ah, maar ik heb afgezien van mijn hervormingsplannen. En ik heb mijn ondergeschikte rechtvaardig behandeld. Dus ik krijg mijn hemelse beloning. Dimitri, ik kom een paar weken bij je logeren. Ma, tot gauw!